Right, ons is hier bij Belfort, Boeredag of Baiedai. Alles voor white toeristing en die goeders. Mijn mannen gaan een beetje John Deere begin, deerwerk hier so. So, ons begin met die trekkers en so. En, of ja, ons begin met die trekkers en is John Deere keen. En dan is al Kroon ook wat die is. En die Velken is die eerste ene wat basis op is. So kom ons hoor een beetje. Lekker ding vir hom is, omdat hy vryheid is, hy steek achter net daar, kan hy met baie minder en kleiner trekker kilowatt af wegkom, met 55 kilowatt kan jy dit doen. Hy het baie lekker achterste verstelling van die hoogte, en verder is dit lekker machine wat hom klaar als in die windry gooi, so jy sal nou sien ons demonstreer hoe mooi werk hy. Dankjewel. Dan gaan ons vir Isaac Pienaar, bemarker van Harry Smith, vir hom om net vir ons te demo, Isaac. Wat is dit vir my, die trekker is hoeveel kilowatt? Die trekker, hy is 105 kilowatt. Ja, en dit is wat sy John Deere is, hy? 641M. 641M, right. Hy is 3.5 meter sny buiten wat hy werk. En hoe breer hy gooi dan die gras? Van die gras breedte is omtrent 650. So 650 omtrent, give or take. Daar kan julle sien. Kap hom lekker. Hy is seker nou net nie so laag gestel nie. Ek weet nie of hulle hom nog laag kan stel in termen van hulle die goeie sny nie. Ja, daar met die velkensnijmachine, 105 kilowatt trekker voor hom, en dan kijk weer by die man uitkom. Sê my, hoe vinnig kan die ding ry? Hoe vinnig kan jy met hom gaan? Het hang hem af hoe dik jou gras is. Ja? Het is die gras nie die bestaardig om gaan, maar... Average? Yes, ek sal omtrent sê so 6-7 kilometer. 6-7 kilometer hier, en jou koste op hom? Man, die koste sê die afdiese tak moet uitvind. Hulle moest die nieuwe koste direct. Doe jy nie direct? Ok, ek voel, ek sal wel uitvind. Right, wees die... Nou moet ons ek... Nou moet ons ek... 6-1-2-5-1-2. Dus die tweede grootste eniekie van 84 kilowatt. Ons trekker is met 1 reekse. Die tweede van die reekse is 4 cilinder, van die reis 6 cilinder is. Dan sê ons weer die 0-1, dus die 4 cilinder vir turbo. Dit is een 4 cilinder trekker. Dan hebben we een 4 cilinder van die 6-1-40. Alles Mannheim trekkers, dit basis die Tower Plus, die Tower Plus raadkast in, met die natkoppelaar, en die gesmeerde boelie systeem. Daar is een vanus vrouw, die oor die machine te praat. Dank u, vanus. Dank u, Willem. Net een kort voor die stemmachine kom, hier achter brengt julle wees, daar is ons voermenger, die King voermenger. Ons het reeds een bala ingegooi en gekerf, jy kan gaan kyk hoe lyk die snit van hom, en ons het hom uitgetap aan die een kant, en jy kan sien ook uit die skepper achter waar jy die materiaal kan inlaai oor. En ons het ook een volledige reeks kunstbestrooiers. By die snijmachine, ons kan vir die 3-punt snijmachine op die toon gee van die 1.6 tot die 4.3 meter, so dit is die ideale enige grote snijer wat jy kan soek en jy by ons kry. Hierdie machine is ook, jy kan ook sien sy spoed waarmee jy kan ry is, langs jy die sitplek kan ry, kan jy hierdie ding sleep. So, dankie Willem. Dan gaan ons vir Jan Harris van Jokerdorp en Vergeving en Kloofpijn van ons voor die man. Dankie. Oké, julle kyk, hier so. Dat is hy 6.5, hier sy ding blaas nog als die Twitter is hy aan sy, dit is interessant. Ek hoef een veiligheid, ek wonder hoe lang gaan die functionaliteit. En moet ek sommer kolle gooi, laat ons kan sien of die ding kan snui. Kom kerels. Moet vir julle sê, is ongelooflik warm hier so. Is nie makkelijk hier. Daarom jou op, skoon. Het gras seker so moeilik is om te snij nie.
Net zeker maak je weer, man. Dat alles is ratten en dit type van goed. Hoekom is die snijmachine interessant? Moet ik wat is die? 6110. Ik kan zien, ons clubstatus op ons, op hulle kruisbasis, die 6110, die 6125 en op die 6140 van die 6 cilinder. Krijg je die optie van clubstatus of kan jy? En dan wil ik ook zeggen, op die 6M reeks, vanaf die 6110 tot en met die 6195M, kom met die kajuite, bring ons autotrek ready in. David Jacobs en Sean Zwarts, van ons AMS-specialisten, is hier, wat die meer kan vertellen over ons AMS-toerusting, oor JD Link, wat ons alles kan bied daarop. En dan wil ik ook zeggen, ons het JD Finance hier, vir offers op ons trekkers, en zo voor Unigrind. Je kan met hulle gerust van jezelf. Zullen trekken op een kop, dat is al financiering. Je hebt een scheepsnijmachine, je krijgt van een 3 meter tot een 4 meter, is beschikbaar. En weet het kort, hier is die pioniers van hierdie type snijmachine. So, hulle is er baie jaar van de beste, en is een baie goede kwaliteit. Je kan net die radkast nie voorzien, as het jaren duin radkast, jou PTO blijft altijd recht. En dan krijg je nog een volledige reeks. So hierdie ding is dat die PTO altijd recht blijft. Dat is een van die gyro dan. Dan kan ons ook die vier snijer teen de eerste verskaf, wat die snijer voor in die middel heet en die twee weerskante. Dank je, Willem. Sê het my, sorry, wat is die prijs min of meer op die snijmachine? Range min of meer? Van my? Hy gaan so van 120.000 op die snijmachine. Ja. So van 120.000 tot so 400.000. Liever afhangende van wat is die functionaliteit en afhangende wat jy wil bij 100%. Right, is net solid snij machine, 355. Lekker man. Sien nou, mooi ruikie. Kom ons kyk hierdie hark. Vijf eer klein John Deerkie. Drie moet jylle in die vijf eer reeks. Dit is ons 5055, ons 5065 en ons 5075. Die trekkerische kilowatts wissel af van 45 tot en met 55 kilowatt. Dan moet je de volgende vraag. 45 of tot 55. Ons kan op die krijg van een 5 meter tot een 8 meter wat je kan opvoeren. En dan in die reeks toe krijg ons ook die hybop wat ons noem. Hij kan tek en hij kan hark. So je kan hier je tanden vertelling maken. Dan kan je hier gras het nou gehark het en nat gereden. Dan kan je net met die celler machine oor gaan en om. Om een tether ook nog met elkaar uit te maken. Dus dit is wat hulle noem, ja, hy tether. So hy tees om net. Dit is ons sterkste man van Agri, vraag ons om te leven, dankie. Ek wil kyk wat maak hom. So die ding maak hom basis dat hy net fluffy is, dat hy kan droog word. Dis reg, ja. So hy is nat gereden op jou gras, baie nat is jou gouer baal. Dan? Dan gooi hem net vir jou oop en dan kan jy nou weer aan agter en hark en dan die baal jy. So hy word baie gouer droog. Word baie, so wat hy bykie kan licht deurkry. Licht deurkry. Oké, okay, right, dan kom ons kyk werk hy Bob. Ek het nog het gehoor van die goed, ek het nog nie gesien hoe werk hulle nie. Nee, jou gat nou. Oh, oké. Okay. Wil jy kan hulle sien, hy maak hom letterlik net. Soos hy nou vastgereen het. Dan gooi hy hom basically net boop die grond neer, maak hom fluffy en poefie en wat ook al. Wat hy kan droog word. So hy maak eindelijk uit sy kop die in mekaar, is eindelijk al wat hy doen. Hier is 6125. Die oliesysteem op die trekkers is een gesloten oliesysteem. Wat ons klein trekker is, die op oliesysteem met. Vraag vir Vannes hoe die kan opgepakt. Dankie Willem. Net in kort, ons het een volledige reeks harke, wielharke. Maar die kan hark van een 2 meter tot een 4.4 meter. Dan kan jy hom nog groter maak, die twee gewone wielharke wat hier achter staan. Jy kan hom groter maak tot 8.8 meter. Dan is ook een speedrijk, wat die wielharke wat op wiele loop, ronde wiele loop, van hulle ook beskikbaar. En die achter het is ons kraghark. En hierdie kraghark is ook makkelijk en een lekker manier om jou materiaal lekker sagjes te hanteer. Hy maak hom lekker fluffy, dat jou wind baie lekker door hom ook gauw baie en hom ook gauw kan droog maak.
Nou, hierdie wielharke is ook beskikbaar tot in 7.6 meter. 7.6? Ja, dan gaan het van die kerk, pakbestuurder, mechanisatie op Harry Smitbrand te dienen. Dank je, Reiner. Ons gaan kyk hier so. Volgende een is vierkante gebaler. Ken jy dat wanneer laatst ek een klein balerkie gesien het, wat actually in actie die. Die is daar, is het mos net big packs. Nou sien sy, dan gaan hy die keer vastdruk. Ah, gaat hy. Goed, daar kan jy sien die rij wat hy omgooi. Hoop, jy kan hom sien daar so. Dit is weer een sieke 55 kilo trekkerkie dan aan die mekaan. Ok, so hier is die 45. 3 cylinder turbo. Kom hy 12 by 12 toe drankas. Nat verklaar met die power reverser. Sy olie systeem is die gekoop olie systeem. Dan as ek kan terugbeweeg na ons stambaler toe, die 359 stambaler, ons die twee modelle nog. Die krijg 359, okay, dan krijg 459. Al verskil tussen die twee balers is die pick-up. Die pick-up op hierdie is die 1.5 meter pick-up, maar die 459 het een 2 meter pick-up. Dit is 1.5 en een 2 meter pick-up. Stam basis 72 keer per minuut in die balkamer. As ons terugbeweeg na die puntmechanisme van die achterkant, elke bal wat gebouwd word, is die speermiddel die ding automatisch meer in die puntmechanisme. Op die verstelling hierso, want jy kan sien dat jy baallengte langer en korter maak, en dan om jou baalse compactie sachter of harder te maak, is daar aan die bokante verstelling of aan die twee kante wat baie makkelijk is. Dan gaan ek ook vraag, die balers, excuse, maar vergeet ek, die balers kom ook net in touw. Dan gaan we Christophe Jacobs, dus we maken Frankfurt, vooral om ons te demonstreer. Ons is seker allemaal voorbij draad. Right. Sommige sikke backflashes nou. Waar kan jy sien? Pick up. Maar nee, ja, dan moet reef schil. Druk hem lekker. Oh, druk hem uit. Stel hem mooi schoon op. Goed gedoen. Geen rarig iets het op die grond oorblij nie. Dat is goed. Die spoekje en ja. Klein ballerkie. Like it. Ja, wat rustig. Stelle. So ja, volgende eniekie. Wat is het? 6115D. Ek was vind uit wat verstaan die D. Moet 45 doen. En so spoed die regge die spoed te laag is, kreeg jou slaap per seconde per minuut nie. En dan begin je bal te omtrek, of skeef trek, so jou spoed en jou RPM's op die trek is baie belangrijk om ons stambal. Ok, cool. En dan nog ons 459 baler, die slaper van die te kom is bietjie meer, hy is 95 slaper van die, wat hierdie in 74 is. Dat is fijn, dan oorbeweeg na ons 6D reeks toe. Dit is ons begin trek en dan beslaan die 3 modelle in die reeks. Kilowatt is van 78 tot by 92 kilowatt. 4 cylinder turbos. Landkaste van die trekkers in is basis die 12 by 12 koek voor verwisser, ook by die nadkoppelaar. En dan hou die optie op die trekker ook, vir die 9 spoed raadkast, maar hy dan die droogkoppelaar. As ek dan terug kan beweeg, dan is F44 baler, 2 baler. Sy droogbaar met die trekker wat hy maar gesleep is verstelbaar vir die hoogte wat die trekker behoefte is. Die pick-up hoogte, buiten is basis 1.95 en die baalkamer bestaan in die voorste gedeelte uit rollers en die achterste klap gedeelte uit ketang. Jy sal oplet as jy die baal uitgooi, gaan die ketang stilstaan.
Hij gaat niet aan de water. Zal dat kijk. Die oomlik as die bal daar begin te maak, stop die ketel automatisch hier in en hy begin hardloop. Bal die kamer, bal die schrijver die hier in van water wat die bal aan het. Dan gaan we de goede stoete van Medium Pram om te demonstreer. Die net precies iemand verkeerd, die bal op standaard wat hy kan kies. Net of touw wat hy kan gebruik op die bal. So, dus zet een knop hier en kan jy wat jy druk op die net of touw wat hy, hy is net in touw. Stoep is alsjeblieft. Graag, hierdie is net in touw. Van ons gestel dat hierdie op sy pick-up kan uitkom. Dat is net, dit kan uitzorg. Die ding uitgegooi ons nog nie omgezien het nie, maar oké. Okay. Right. Daar is die 440E. Dis die 440E. Right, dit is die volgende lot. John Deere karretjie, wees hulle so maar net wat is hier nog alles hier. Wil nou by hierdie John Deere baler, hier is die krone. Daar die hardloop, hier is die JCB stand. Moet sê, hier is nog hulle redelike klomp goed wat hier aangaan. Ons sê hulle, volgende is Messi Figgies in. Sal ons hulle bykie wees wat daar aangaan. Hetzelfde, hy het ook basis die 12x12 draadkas. Hulle het ook die knopolie systeem. Ek kan nie veel meer op hulle sê en ek het klaar baie genoem in vorige ening. As het aantal beweeg van ons F441M baler doen. Dit is ons boe specificatie baler. Die baler kom net voor in die. Ek wil net weet, is die klank alright, kan julle daarom semi hoor? Kan iemand my net een like gee of een ding daar dat ek het kan sien? Die router is dik hooi om die beredig van die balkamer in te verspreid. Die baler het die ketang nie, met staal rolles recht rondom. Ek het beteel gesit, van Marker vraag, dat van Wilkie, my pa ander abed leem, voor die twee baler neem is gereed. Alright, daar is die F441M. Oké, okay, so is daar maar right. Oké, okay, is goed. So mooi skoon, ja nee wat, hy is reg, soos daar so nie. Daar gaan, wat is die krone gaan kyk, wat is waar is hy slim man met die, van die baler. Nou, hier is 36, want ons nou letterlijk al hierdie lot hier deur gehad. Krone baler, hy lyk of hy rotokat hier in het. Ok, jylle sien, ja, hy het een rotokat. Nou, ons is die grootte van ons 6D-reeks, die 631 van 92 kilowatt is. Dat was vervaardings in roep van Rui Vraam oor die Fortima baler te praat. Dankie Willem, net voor op hierdie baler kom, jy sal sien hier achter is een rooi balerkie wat Rui Kleers ook invoer, die Sikoria. Dit is ook een van ons betrouwbare balers, baie baler, baie bermind probleme. Ek sal ook merk, dat daar jou voorste dwars. Julle sien, haas is een kor, ja. Hy op jou trekker as jy op hom sit, so hy beweeg baie minder voor en toe en achter toe. Dan ons ronde balers, ons het ook een volledige reeks, ons goedkoop intree reeks. 1x2 bal by 1x2 bal maak, hy kan net in touw bind. En dan is hierdie reeks, dit is soos die middelklas
baler wat ons sê, die Fortima. Hy het een van die grootste pick-ups in die mark. Hy het 2.05 meter. Hy het een camless pick-up, so as geen cam, baie binnen onderhoud op hom. Hy het een rondo feed binnen, met die materiaal binnen. Een camless pick-up, blijkbaar belangrijk. Die baler kan die elektrie of in touw. Ik breng redelijk laat kilowatt en ek kan net vir jy sê, Krone is amper vir 25 jaar en om een van die topverkopers in die land. Dan die volgende reeks wat ons kry is jou Comprima. Jy sal werk as die baler oopmaak, hy het 2 kettings en een dwarsstawe binnenin. Die nieuwe baler het nou 2 rubber bande waarop jou dwarsysters baal en hy kom net in net voor. En dan net ons Big Pack baler wat ons invoer, die mark het onseker omtrent 95% van die mark. Ons verkoop so 25-30 in een jaar. Dit is ons topverkoper in die land en ons baie trots op het. Dankie. Dan gaan we vervolgen op iemand, van welke vervanging van het land te doen. Alright. Jij, deurwerk. Draai mensen aan de andere kant van die baler om je baal uit te gooien. We gaan het lamier uitgooien. Ja. Oké, okay, mooi. Maar of ek is zo ver te loop die keer. Alright. Daar is die bal. Touw. Alles op de tel om te kijken. Ja, ja. Zie niet zo. Ja, ik heb daar een machine hier achter, dat ik eerst een beetje uitfigure waar hij al hier is. Ik heb net die bal in die rond te draaien, die bal. Want dat zie niet zo. Vlak vark 20. Dat is niet het doel van die. Wat? Waar is die? Goeie, maak balen los. Dat is het wat hij doet. Ja. Dat is verkrijgbaar in 4-wiel drijf of 2-wiel drijf, op stasie of kajuit, zoals je kan zien. Dan ga ik van Azem van. Adam van Aslee gaan vraag van Intrek om ons meer te vertellen over zijn implementen. Dankjewel. Goeiedag, dit is weer my beurt om ook iets te sê van ons producten. Wat ons dan achter hierdie trekker het is een baal afrollen. Hy kan tot de 1.8 meter rol hy af en dan kan hy hom in een windrui laat gooi nadat hom afrollen. So dis nie meer nodig om die baal net so neer te sit nie. Dan het ons verder by die Nebo's, bring ons een hele reeks mulchers. Oké, okay, so hy rol basically die bal af. Oké. Okay. Hier is hulle kunstmestrooier kies dan, hè? Ja, kunstmestrooier, mestrooier en nieuwe. Oké, okay, al leer ek een nieuwe naam ken. En hier is die straatman, voerminger. Want hulle ook net van bewust moet wees is dat hy net zo goed kalk en mis even goed strooi. Baie dankie. Right. Oké, okay, so dit is omtrent dit vir die John Deere goed. Volgende een mis die fikkies in. Ons praat nou weer.